Hey Schorpioen, welkom bij Puur Tarot. Mijn naam is Esmeralda en ik kom vandaag jullie reading doen voor de maand maart. Zoals jullie weten, ga ik geen specifieke vraag stellen en ga ik gewoon kijken wat eruit komt, komt eruit. Kom je toevallig hier passeren en je bent nog niet geabonneerd, klik dan op het belletje en dan krijg je meldingen als ik in de toekomst meer video's plaats. Dus we gaan even kijken voor het collectief, de schorpioenen. Wat er mag uitkomen voor de maand juni, voor de algemene energie. Ik heb hier verder gaan. Het kan zijn dat er wordt gevraagd om iets achter zich te laten, om al de shit achter zich te laten om verder te gaan. Het kan ook zijn, weegschaalenergie. Het kan ook zijn dat er iemand is die probeert verder te gaan en al de shit achter zich probeert te laten. Maar we gaan er dieper op ingaan en kijken wat er nog meer mag uitkomen voor de schorpioen. Oh, heel mooi. Oké, ik heb hier onderaan met de vier van zwaarden wordt er eigenlijk gevraagd om een stap terug te trekken, om over alles na te denken. Wat maakt u gelukkig? Wat wilt jij eigenlijk? Misschien wordt er wel gevraagd om even egoïstisch te zijn, om alles te kunnen voelen wat dat u gelukkig maakt. Het kan zijn dat je met een bepaalde persoon op dit moment geen contact hebt, waarvan er geen communicatie is, en dat deze persoon een stap heeft teruggezet om over alles na te denken, om alles op een rijtje te zetten. Maar ik zie hier wel de High Priestess, de Zon en de Twee van Kelken. Je hebt hier wel te maken met een soulmate-energie. Iemand die je wel heel erg gelukkig kan maken. Het kan zijn dat deze persoon alles op een rijtje aan het zetten is en dat deze persoon gaat voelen van, oh ja, mijn schorpioen maakt mij zeer gelukkig. Want er wordt hier eigenlijk gevraagd om naar uw intuïtie te luisteren. Uw intuïtie probeert u iets duidelijk te maken. Het kan zijn, schorpioen, dat je misschien wel wat moest. Dat je wel wat mysterieus overkomt naar de andere persoon, maar uw intuïtie probeert u eigenlijk iets duidelijk te maken wat dat u zeer gelukkig gaat maken. Misschien heb je te maken met een kreeft, vis, leeuw, energie. Het kan ook een weegschaal zijn, maar we gaan er dieper op ingaan en we gaan kijken wat er nog meer mag uitkomen. Want ik voel hier wel een spirituele connectie, een soulmate-connectie. Het kan zijn dat er. Stel dat je verder gaat, dat je de shit achter u laat en je gaat verder, heb ik wel het gevoel dat er hier een soulmate op je pad gaat komen. Iemand waar je jezelf in gaat herkennen en het gevoel hebben van naar deze persoon toe van ik ken u gelijk van ergens, maar je gaat elkaar triggeren, elkaar spiegelen. Maar dit is wel twee mensen die elkaar heel goed aanvoelen en het begint
in een vriendschap. En dit kan openbloeien naar een relatie. Maar dit kan ook een samenwerking verband zijn. Wat daar heel veel happiness bij ligt. Positieve vibe, succes, clarity, duidelijkheid, warmte, wilskracht, vitaliteit, alles. Maar uw intuïtie probeert u iets duidelijk te maken. Het kan zijn dat je het intuïtief gaat aanvoelen dat er iemand op je pad gaat komen waarvan je voelt van ja, dit is het. Maar het kan ook zijn dat uw intuïtie u probeert aan te geven van ga verder. Laat die shit achter u van in het verleden en stap gewoon verder naar de toekomst toe die u wel gelukkig gaat kunnen maken. Maar dat kan natuurlijk ook de andere persoon zijn waar je mee te maken hebt, mocht dit al iemand zijn die in je energie bevindt. Ik heb het gevoel, schorpioen, dat er eigenlijk wordt gevraagd om eens naar uw schaduwkanten te kijken en dit eventjes naar boven te laten komen, zodat je uiteindelijk weer in balans kunt komen, want iedereen heeft die schaduwkanten. En ik heb het gevoel met de High Priestess dat dit misschien wel wat naar boven gaat komen. Want Pluto is ook retrograde, Pluto is uw planeet, waardoor alles naar boven gaat komen. Dus er wordt eigenlijk gevraagd om die schaduwkanten te doorvoelen, te doorzien, om dan uiteindelijk weer in evenwicht te komen, zodat die happy vibes opnieuw op je pad kunnen komen. Het kan zijn dat je te maken hebt met een aarde. Ja. Er ligt hier opnieuw een soulmate connectie. Uw intuïtie probeert u iets duidelijk te maken. Er is iemand waar je een diepe band mee voelt. Het kan een aardeteken zijn, steenbok, maagd, stierenergie. Maar dit is iemand die samen wil werken. Ik heb het gevoel dat je die persoon al kent. Het voelt echt als een soulmate energie. Maar de koningin van Pentakels, dat is voor mij nog steeds de energie dat dit iemand is die getrouwd is of die al in een connectie zit. Maar het voelt zo aan als een soulmate en daarom wordt er gevraagd om naar die schaduwkanten te kijken, om naar die verleiding te kijken, zodat je dit kunt transformeren. Het is iemand die je kent van in je vriendenkring of die al in je energie bevindt. Want er wordt hier wel negatief over nagedacht. Er zit hier te veel in het hoofd. De gedachten zijn eigenlijk overuren aan het maken. Maar ook al voelt deze persoon als een soulmate, toch is deze persoon, die zit voor mij al in een andere connectie. En uw intuïtie probeert u dat duidelijk te maken. Uw intuïtie probeert u tekens te geven, boodschappen te geven. Ook al voelt het aan als een soulmate, maar soms kunnen we niet altijd samen zijn met een soulmate. En ook al zijn er van die passionele communicatie en willen jullie fysiek naar elkaar toe gaan. Maar met de koningin van Pentakels, dit is iemand die niet single is. Die persoon zit al in een connectie en uw intuïtie probeerde dat duidelijk te maken. Daarom dat er gevraagd wordt om verder te gaan. Ook al voelt het als een soulmate. Maar ik heb het gevoel dat er iemand anders gaat binnenkomen. Een andere soulmate. Je komt meerdere soulmates tegen in je leven. We gaan even kijken naar de zon. Want dit is een van de positiefste kaarten van heel het tarotdeck. Dus eigenlijk mag je heel blij zijn dat de zonkaart in je reading valt. Want er is iets wat van happiness gaat plaatsvinden rond de zomerperiode. De
ben jij, schorpioen? Er komt een bevrijding. Je gaat een wake-up call krijgen. Je gaat een awakening ervaren. Er is iets wat je nog niet hebt losgelaten. Dat kan deze energie zijn. Emotioneel hang je daar nog aan vast. Dus er wordt eigenlijk gevraagd om dit los te laten, om daar een bevrijding aan te brengen. Want de judgment is iets wat bevrijd wordt van een nare situatie. Kunnen nare gedachten zijn, kunnen negatieve zaken zijn die rondspelen, maar daar komt er wel een bevrijding. Dus je gaat eigenlijk een inzicht krijgen, gaat eigenlijk een judgment call, een wake-up call, een awakening ervaren, een bewustzijn ervaren, waardoor dat er hier eigenlijk een nieuw leven gaat ingeblazen. Want dit is eigenlijk karma. Er komt een bevrijding van een bepaalde karma. Je hebt met deze persoon een zielscontract hier en daar komt er een bevrijding. Dus het is wel degelijk karma, want doordat je die inzicht gaat krijgen of doordat je die een awakening gaat krijgen, die bewustwording, dat is plots, hè, dat komt, hè, ineens krijg je een ballonnetje boven je hoofd en heb je zogezegd je antwoord gekregen, waardoor dat je alles gaat beginnen doorzien, waardoor dat je uiteindelijk het verleden achter u gaat laden en je zwaard gaat gebruiken om koorden te doorsnijden, waardoor dat je zegt van ik wil het verleden niet meer, het is allemaal negatief en het boeit mij niet meer, dus ik ga verder, waardoor dat je op dit moment of single door het leven gaat gaan, maar op een zeer krachtige manier. Het kan zijn dat je misschien te maken hebt met een maagdenergie en dat je alles gaat beginnen doorzien. Maar ik heb wel heel sterk het gevoel, eens je alles gaat doorzien en die awakening gaat ervaren, gaat het allemaal zo positief binnenvallen. Het gaat allemaal positief zijn. Al die positieve vibes, al het succes, die warmte, vitaliteit, die wilskracht. Dit is een van de positiefste kaarten. Hier mag je altijd blij om zijn als dit in je reading valt. En eens dit gaat gebeuren, gaat je in je eigen kracht staan. Want jij gaat je eigen overvloed creëren. Jij gaat naar het verleden terugkijken met een gevoel van oké, ik heb die lessen geleerd, ik heb die moeten doorstaan, maar ik ben er tevreden om. Dit is wat deze kaart doet, maar er is iets energetisch wat je mag loslaten. Want dit is iemand die al in een andere connectie zit, want het is een derde partij. En je intuïtie probeerde dat duidelijk te maken. Ook al is het een soulmate en is dat moeilijk, maar er wordt gevraagd om verder te gaan, want... Maar je gaat die awakening ervaren, je gaat het krijgen, waardoor dat je alles gaat beginnen doorzien, waardoor dat je niets anders dan de waarheid wilt. En een schorpioen graaf tot de waarheid naar boven komt. Pluto is retrograde sinds 28 april tot 6 oktober, dacht ik, waardoor dat alles naar boven gaat komen. En jij gaat de waarheid ontdekken, waardoor dat je banden gaat doorsnijden. En je gaat in je kracht komen staan. Ook qua financieel gaat je je eigen overvloed creëren. De 9 van Pentakels, dit is voor mij de mini-keizerin. En zij bereikt het wel. We gaan even kijken naar de 2 van Kelken. Dit kan dezelfde 2 van Kelken zijn natuurlijk. Hè? We gaan zien wat dan meer clarify. Heel veel zwaarden. Maar schorpioen, je hebt wel heel veel liefde. Dat is ook wel heel goed in jezelf. Hè? Dus emotioneel sta je wel in balans. En je kunt emotionele verantwoordelijkheid nemen. Maar ik heb het gevoel dat deze 2 van Kelken, dus de persoon die al in een connectie zit, die ligt hier terug. En ik heb het gevoel dat, ik ging al zeggen, hij of zij, heb ik het gevoel dat die persoon iets achter zich aan het laten is. En dat die heel voorzichtig naar u toe gaat komen. Maar let op, want er liggen hier mind games en er liggen hier mentale conflicten. Conflicten met u en de andere persoon. Er liggen hier veel te veel zwaarden waarvan er wordt gevraagd van, zet alles op een rijtje. Wat maakt u gelukkig? Wilt jij hier deze
kant van de reading, de zon, of wilt jij in die zwaarden blijven hangen? Dus er wordt eigenlijk gevraagd om verder te gaan, om al die shit achter u te laten. Maar ik heb het gevoel dat er iemand heel voorzichtig naar u toe gaat komen en die u van kopzorgen gaat geven, die mind games gaat beginnen spelen, waardoor dat er mentale conflicten gaat zijn tussen u en de andere persoon. Of kan het zijn dat jij zelf met mind games gaat zitten, dat jij jezelf mind games gaat aanpraten, waardoor dat je zelf met die mentale conflicten zit. Daarom dat er wordt gevraagd om eigenlijk een stap terug te zetten en gewoon te gaan voelen naar je hart, naar je eigen gevoel, naar je eigen emoties. Dus om eigenlijk je schaduwkanten naar boven te halen en dit te doorvoelen, want je intuïtie probeert je iets duidelijk te maken, maar je gaat het krijgen. Je gaat die awakening krijgen. Maar ik heb het gevoel dat dit dezelfde soulmate is die je al kent, die al in een andere connectie zit. Maar die probeert heel onzeker en heel voorzichtjes terug te komen. Om dan iets met mind game, manipulatief, een soort van competitiegedrag, mentale conflicten naar elkaar toe, het niet willen zien, maar het wel weten, geen keuze kunnen maken. Dit is iemand die geen keus maakt, die het wel weet, maar geen keus kan maken. Dus blijf voelen naar uw intuïtie. Want uw intuïtie probeert u echt iets duidelijk te maken, maar jij gaat uw eigen overvloed creëren. Dit is iemand die niet single is. Dit is iemand die al in een andere connectie zit. Zeker met de drie van Pentakels. Er ligt hier een derde partij. Ook al voelt die persoon als een soulmate. Maar ik heb meer het gevoel dat dit een karmische soulmate is. Je hebt een zielscontract met die persoon. En dit is, ga je het verleden achterlaten of niet? Ga je banden doorknippen of niet? Ga je luisteren naar uw awakening, naar uw bewustzijn die je gaat ontvangen? Eens je dit zou doen, dan gaat het allemaal positief uitdragen. Draaien en ga jij in je eigen kracht staan. Zeer krachtig staan. Heel veel zwaarden. Schorpioen, ik heb het gevoel dat jij met slapeloze nachten of met piekeringen, angsten, een beetje onzeker zijn, moeilijk in slaap geraken. Maar er wordt waarschijnlijk omdat er geen contact is tussen u en een andere persoon. Maar er wordt echt wel gevraagd om alles op een rijtje te zetten en naar uw hart te luisteren, naar uw gevoel te luisteren. Het zit er. Ik heb het hier 2 keer, 3 keer. Hebben we het. Op dit moment is er stagnatie. Er wordt niet vooruit gegaan omdat je. Het universum is weinig inzichten aan het geven, zodat je spiritueel wakker zou kunnen worden, een awakening, wakker worden. Zodat je alles uit een ander perspectief zou gaan bekijken, want er zijn heel veel opties. Je hebt heel veel opties. Het kan zijn dat deze persoon u als een optie ziet, maar je hebt ook heel veel opties, waardoor dat alles verwarrend is, waardoor dat alles confusing is. Maar er wordt eigenlijk gevraagd om naar uw hart te luisteren, om naar uw gevoel te luisteren, 3 maal een stap terug te zetten, ook al is er geen contact met die ene persoon. Zet een stap terug, zet alles op een rijtje wat dat u belangrijk maakt. Want het kan zijn dat je misschien nu door de donkerste nacht van de ziel gaat, dat je depressieve gevoelens hebt. Want er is iemand die zou willen terugkomen en dat ga je van piekeringen geven, zorgen geven. Maar blijf naar uw gevoel luisteren, blijf naar uw intuïtie luisteren. Want uiteindelijk komt er hier een nieuw passioneel begin. Iets wat je hebt gevisualiseerd. Iets wat je zelf heel graag zou willen. En dan heb ik hier ook nog een keer beweging, keuzes, beslissingen 2. Maar ga niet voor die verleiding. Luister naar je bewustzijn en neem die rust en herstel. Het zijn duidelijke boodschappen die hier in de reading plaatsvinden. Het is diezelfde soulmate die gaat willen proberen terugkomen. Maar het is een karmische soulmate.
gaan een keer kijken wat de romantische engelen voor boodschapjes hebben. Voor de schorpioen, voor het collectief. De schorpioen. Laat uw ex los. De tijd is gekomen om je energie op te schonen. Dan hebben we hier vergeven en leren. Als je het verleden heelt en loslaat, zul je meer liefde kunnen ervaren in het hier en nu. Zo, schorpioen. Ik hoop echt dat er hier antwoorden liggen, dat deze reading duidelijkheid heeft gebracht. Mocht je hier toevallig passeren en je bent nog niet geabonneerd, klik dan op het belletje en dan ontvang je in de toekomst maaldingen als ik meer readingen plaats. Zo, ik ben jullie dankbaar. Ik ben zeer benieuwd. Laat het mij weten in de reacties en ik zie jullie later terug. Bye bye!